Kenneth Schuurmans, ja, matchwinnaar. Beschrijf eens jouw gevoel. Ja, dat is een heel goed gevoel. Hè. Ik bedoel, ik denk dat we niet, zeker niet onze beste match spelen. Maar op het einde zijn die 3 punten wel binnen en dat is het belangrijkste van vandaag. Je zegt het zelf, niet de beste match. Het was inderdaad een hele moeilijke wedstrijd voor jullie. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat we de oplossingen niet vonden, de tweede ballen niet wonnen. We gewoon niet aan het voetballen kwamen. En ik denk dat we wel nog goed beginnen, snel die voorsprong eigenlijk. Maar dan kregen we die goal binnen en ik denk dat we op Sam na amper gevaar hebben zelf gecreëerd. En in de tweede helft nog 2-3 keer met de schrik vrijgekomen, want we stonden achter. Maar dan komt die late goal en dan is de ontlading wel heel groot. Is het toevallig, ik denk het niet, dat het net vandaag de 2 centrale verdedigers zijn? Jij dan en ook Elliot die het moeten doen? Oh ja, we trainen er vaak op en we weten van vorig jaar dat we er redelijk wat golen op gemaakt hebben. En ik denk dat je ziet dat we nu onze 3 golen op deze 2 matchen zijn 3 keer van stilstaande fase. Dus ik denk dat we dat moeten zo houden, proberen iedere keer gevaarlijk te zijn. En er worden heel veel matchen gewonnen via stilstaande fase en dat is vandaag nogmaals bewezen. Volgende week opnieuw een moeilijke wedstrijd, maar dit is alvast een lastige wedstrijd die jullie winnen. Het is een cliché, maar het is wel belangrijk dat je ook in die matchen de punten kunt pakken. Ja, het is zo. Ik denk dat er in deze reeks geen gemakkelijke matchen zijn, maar dit soort matchen waar we eigenlijk niet goed spelen, als je die kunt winnen, dat is wel een goed teken dan. Nigel Pearson, very difficult game, but the 3 points are for our Jelwitz, your analysis. We have to be think ourselves fortunate to come away with 3 points. You know, when you reflect on games and performances, I think you've got to try and be honest. We're pleased, of course, to get 4 points from our first 2 games and to win away from home. But I think it's quite hard on them. But you know, we've got to be better than that. But we've played 2 games, we've scored 3 goals from set plays and all of them been from defenders. So when our midfield players and forwards do start clicking into form, hopefully we'll be a side that can win games in different ways. But look, ultimately, I'm delighted that we've won. But I think when you win, it's important that you don't just let your emotions get away with you and not reflect on the game in an honest way. And we know we've got to be better. You said it already, but it's not a coincidence that 2 of the goals today came from the defenders. So that needs to be better. Well, if we win games, I think last year we didn't spread the goals amongst the team enough. So we had 2 players scoring 10 goals. And then outside of that, we're looking at 4 and 5 and maybe a 3. It's important that we find ways of scoring throughout the team. And I know that the forward players that we've got will score goals. But ultimately, you know, today we know that we've not played as well as we can. We didn't always have a compact shape. But if you win a game in the last minute of regular time, I've still seen enough commitment from a lot of players out there today. And I think, you know, I'm trying to be fair on everybody. I'm trying to look at it through eyes of somebody who knows that we've not been at our best. But I'm delighted that we've won. And you're on top of the league. Yeah, but the league position is, you know, ultimately important when you come to the end of both blocks of games. Our targets that we're setting for ourselves are just to make sure that when we play our own games, that we're doing everything we can to win that individual game. And that's all I'm really thinking about at the moment. And so there were some frustrations today, for sure. Where we are after 2 games is not necessarily the most important thing, but you know, we've managed to get an away win, so I'll take that today.